Nou, en geloof me, als er één ding is wat vervelender is dan in de gevangenis zitten, is dat je geen water in je wc-pot hebt. Yo kijkers, van Marcel's Eye, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Vorige aflevering hebben we weer een aantal grants gecomplete. Dat is super chill, dus daar gaan we vandaag ook weer mee verder. We gaan er mee bezig. Even wat nieuwe grants instellen. Even kijken. Laten we beginnen met celblok B, want dat is ook wel nodig. Gezien het feit dat wij hier 34 gevangenen hebben, terwijl we maar voor 16 ruimte hebben. Dat is een beetje jammer. Dus laten we dat eerst even gaan zorgen. Daarvoor hebben we eerst weer een nieuw stuk venster omheen nodig, want anders lopen die gevangenen weg. Ik ken ze een beetje inmiddels. Het is een paar afleveringen geleden ook gebeurd. Dus laten we maar gewoon direct het ook gewoon goed aan gaan pakken. Zo, hoppakee. En daar nog wat erbij. Ik laat ze dat eerst maar even doen. Ze kunnen naar buiten als het goed is. Dus dat valt helemaal te doen. Daar hoef ik mij verder geen zorgen om te maken. Dat scheelt ook wel. En dan kan ik zometeen gewoon ook even zeggen van... Jongens, we gaan verder met subblock B. Dat is wat we moeten doen. Raise your prisoner capacity to 50. Nou, dat moet op zich lukken. We moeten even onze gevangeniscapaciteit... Gevangenencapaciteit opwerken naar 50. Dus laten we dat gewoon eens even gaan proberen. Om te doen. Daarvoor moeten eerst al onze werkers beschikbaar zijn. Ik weet niet hoeveel werkers ik heb. Ik heb er 8. Waarom zijn er maar 2 bezig? Oh, wacht. Daar is de rest. Oké, sorry. Zag ik niet. Had ik niet door. Want als dit staat, dan kunnen we dit stuk hek weghalen. Ik weet niet of dat handig is trouwens, maar dat kunnen we wel doen. Dan zetten we hier gewoon even een staaf door neer. Ik zei een staaf door. Zo, hoppakee. En dan kunnen we zometeen dus wanneer dit hek staat, kunnen we dat binnenhek weghalen. Dus dat is ook wel relaxed. En dan gaan we even kijken hoe wij het gaan doen. Laten we dus gewoon in de planning gaan, direct. Dat is altijd wel handig. Prisoner capacity moet naar 50 toe, dus dat betekent dat wij hier gewoon een heel groot blok gaan maken. Even kijken. Je begint namelijk hier altijd met zo ongeveer. En dan komt het op zich allemaal wel goed. Er zijn er dus al 1, 2, 3, 4, 5, 6, nummertje 7, nummertje 8, nummertje 9 en nummertje... Het komt gewoon weer precies uit, hè? Holy shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We zijn er met 11, dus dat kan makkelijk. We moeten meer dan verdubbelen. Dus we zitten nu dan zeg maar op 27. En dan doen we er nog eentje bij. Zitten op 38. En dan doen we er nog twee bij. Ja, dat moet lukken. Dus als we hier gewoon weer nog wat rijtjes erbij kunnen maken. Zo. Dan komt hier de muur weer. Als het goed is, moet het lukken dan om hier 2 van te maken. Twee rijen met cellen. Dat moet lukken. Dus dat gaan we gewoon proberen om te doen. We zitten nu dus met deze erbij. Zitten we dan op 38. Dat zou wel chill zijn als dat lukt. Volgens mij lukt dat. Dat kan makkelijk. Dus dat gaan we maar gewoon even uitproberen. Het is handig om eerst te plannen voordat je ook echt gewoon de shit gaat bouwen. Want anders raak je helemaal in de war. Nu gaan we dus eerst gewoon kijken of het allemaal past. En dan pas gaan we bouwen. En anders gingen we eerst bouwen en dan gingen we dan pas kijken of het past. En dan dat wil niet, hè. Ik vraag me echt wel wat die gast hier nog doet. Hij is al lang klaar met bouwen, toch? Ik zet trouwens even pauze, dat scheelt weer. Nu zitten we hier op 11, 22, 33. Plus 16 is dus op 48, denk ik. Nee, wacht. Nee, 49 zetten we op. Nou, hey. Dan zullen we nog eentje erbij. Een rijtje van 3. Oké. Zo. En dat doen we dus
hier de achterste muur. Dan gaat dit dus allemaal weg. Dit is niet nodig. Nou, dat scheelt weer. Zo, hoppakee. En dan kan ik ze dan opdracht geven om hier te gaan bouwen. En om die binnenste muur weg te halen. Die is dan ook niet meer nodig. Dus laat ik dat eerst dan gaan doen. Zo. Ja, ik ga ze eerst de opdracht geven om die binnenste muur weg te halen. Dus materials. Demolish walls. Deze moet even weg. Zo. Ga uw gang. En dan gaan wij direct opdracht geven voor de foundations. Voor dit stuk hier zo. 8500. Die heeft natuurlijk ook weer een ingang nodig. En de ingang die doen we lekker hier boven. Dus die komt daar zo en daar zo. En dan kunnen ze daar lekker gaan bouwen. Ja hoor, kunnen ze gewoon doen. En wanneer dat staat, dan kunnen wij bezig gaan met de inrichting van de cellen. Dan zijn we daar ook helemaal klaar. Wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn nu lekker aan het eten met z'n allen. Ah, wat gezellig hier zo. Is er genoeg eten trouwens, jongens? Ik weet niet, hè? Is er genoeg eten? Oh, dat kan niet. Daar heb ik eerst micromanagement voor nodig. Volgens mij is er net te weinig eten. Dat betekent dat wij gewoon een extra kooktoestel nodig. Zo. Daar zo. Want dan kunnen we nog een kok erbij halen, denk ik, als dat nodig is. Ik weet niet. Zullen we gewoon doen? Hoppakee, extra kok erbij. En dat kooktoestel heeft natuurlijk ook weer stroom nodig. Maar die stroom die wordt al aangeleverd, dus dat scheelt. Hoppakee. Dus volgens mij is het klaar. Wanneer dit staat, dan gaan ze natuurlijk eerst dat gasstel plaatsen. Zodat er genoeg eten is voor iedereen. En dan, dan komt het ook dat weer helemaal goed. Jee! Want nu zie ik dat 29% van de gevangenen gevoed is. Dat is niet bepaald goed. Nee, dat moet beter, vind ik. Ik vind het van wel. Dus nou ja, laten we daar maar gewoon eens even naar gaan kijken wanneer ze hier klaar zijn. Volgens mij komt dat helemaal goed als ik er gewoon nog een tweede kooktoestel bij zet. Maar dat weet ik niet zeker. Want ik snap best, iedereen heeft nu honger. Dat snap ik. Maar ja, ik kan er vrij weinig aan doen af en toe. Maar ik ga mijn best doen, jongens. Ik luister naar jullie. Echt wel. Nou jongens, zijn jullie bijna klaar? Gaat nog lang duren? Daar moet nog wat erbij, daar moet nog wat erbij. Oké, dat is nu klaar. En daar is het nu ook klaar. Nou jongens, opleveren die handel. Ja hoor. Oké, nu zet ik eerst even op pauze. En dan gaan we eventjes zorgen dat al die lampjes niet geplaatst worden. Die lampen wil ik doen. Omdat ze altijd verkeerd geplaatst worden. Zo, ik heb 45 lampen erbij. Chill. Nou, laten we eerst even gaan zorgen dat er een cel gemaakt wordt. Dus als we gewoon één cel even inrichten. Dan kunnen we daar gewoon op verder borduren, als het ware. Dus dan cel. Dit wordt er dan eentje. En dan zetten we daar gewoon een bed in. Daar zo. En een toilet. Daar. En een lampje. Die komt direct bij de ingang. En dan moeten we wel eventjes zorgen dat overal wat elektriciteit naartoe loopt. En die elektriciteit die kunnen we gewoon hier heel simpel vandaan pakken. Zo, dat is geen probleem. Je kan dan lekker daar naartoe gaan. Zo. En hier naartoe. En water moeten wij ook ergens vandaan zien te pikken. En dat halen wij hier gewoon vandaan. En die gaat dan lekker helemaal zo door. Ja. En ook hier. Hier geldt hetzelfde. En dan gaan we small pipes gaan we gewoon hier overal aanleggen. Dat is echt het meest vervelende werkje van allemaal. Al die small pipes aanleggen. Maar ook dat moet gebeuren. Ik kan er vrij weinig aan doen. Want anders hebben die gevangenen geen water in een wc-pot. Nou, en geloof me, als er één ding is wat vervelender is dan in de gevangenis zitten, is dat je geen water in je wc-pot hebt.
Die kan gewoon hier zo langskomen. En die kan hier vandaan komen. Zo. En dan kan dit weer hier naartoe. Wat overigens ook weer niet handig is. Het is gewoon handiger om het zo te doen. Maar hier gaan we wel weer volgens normale reglementen. Zo, hoppakee. En hier ook op deze manier. Ja, dit is echt heel vervelend om dit te doen. Want ja, dit is gewoon heel simpel. Gewoon lijntjes trekken steeds. Zo, hoppakee. Hoppakee. Nice. En ook hier weer langs. Zo. En daar langs. Kijk, die cel mag ook water hebben van mij. Ik vind van wel. Al die cellen mogen water hebben. Ja, ik vind dat het dan wel mag. Verdienen ze. Als ze een beetje braaf geweest zijn, dan kan dat wel. Waar we dan ook nog voor moeten zorgen is goede infrastructuur hier weer naartoe, hè? Dat is heel erg belangrijk. Dat vergeten mensen soms. En zijn we nog één ding vergeten? Namelijk een jail door te plaatsen in de cel. Daar zo. Hoppakee. En dan, jongens, doe je best. Ik zou zeggen, ga uw gang. Dan vinden ze natuurlijk ook weer dat er veel te weinig elektriciteit is. Oh ja, die moet even open. Dormer locked open. Dat is heel erg belangrijk om te doen. Waarom zit daar een lamp? Dismantle. Ik wil helemaal geen lamp hebben. De planning trouwens, die kan daar weg en daar weg. Want anders staat dat altijd weer een beetje in de weg. En dat wil je niet hebben. Even kijken. Laten we zorgen dat hier een fans langs komt te lopen. Daar zo langs. Zo. Ja. Ziet er heel goed uit. En ook hier zo langs. Nice. En dan kan jij weg. Zo. En dan overal paving stone natuurlijk. Heel belangrijk. Die paving stone. Dat doet het hem. Uiteindelijk. Zo. Hoppakee. Dat zou moeten doen. Dus jongens, doe eens tempo met alles aanleggen. Dat scheelt een heleboel werk. Denk ik. In ieder geval. Volgens mij wel. Als jullie dat hebben aangelegd, dan komt de grote klus natuurlijk, hè? Dat begrijpen jullie wel. Eenmaal al die stroomleiding gelegd, dan kan dit allemaal ook gedaan worden. Jongens, ik zou zeggen, bouw gewoon daar zo. Dat is wel handig op zich, hè? Zullen jullie daar gewoon gaan bouwen? Nou ja, ik wacht er wel even mee. Maar dit duurt af en toe zo ontzettend lang. Laat gewoon eens even kijken of we... Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga de aflevering afsluiten. Ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Jongens, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Prison Architect. Misschien is het een iets kortere. Ik heb geen flauw idee. Ik heb niet op de tijd gelet. Boeit me ook helemaal niet. Ik ben gewoon lekker aan het gamen en dat vind ik leuk. Maar ik vind het voor vandaag in ieder geval wel mooi geweest. Druk even Nog een keer. Druk even op het duimpje omhoog. Druk op het knopje abonneren. En het knopje delen kan onderaan deze video. Zou ik in ieder geval heel super tof vinden als jullie dat voor mij willen doen. En dan zie ik jullie gewoon de volgende aflevering weer terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!